is akelig dat dat soort dingen gebeuren. Maar goed, internet is natuurlijk ook een soort format om oorlog te gaan voeren. En het is een, ik heb dit nog nooit meegemaakt met geen enkel nummer of geen enkel liedje. Kijk me, kijk me. Gerard Joling heeft aangifte gedaan nadat op internet bedreigingen tegen hem zijn geuit. Aanleiding voor de online scheldpartijen is zijn single Dan voel je me beter. Kijk me aan als je bedreigt. Dat is een cover van I Say You Te Pego van Michel Teló. Ik vind dat je alert moet zijn, het is een rare wereld. Kijk, iedereen kan je natuurlijk niet allemaal leuk vinden en aardig vinden. Maar als het om een liedje gaat, dan vind ik het wel heel ver gaan. En dat vind ik een beetje jammer. Kijk me. Je moet ook niet vergeten dat zo'n liedje al door 5 of 6 mensen is gedaan. Dus die hebben ook hun aanhang. En misschien zijn die mensen ook wel negatief. Die zijn toch voor hun eigen artiest. En dat snap ik ook. Ik hoop alleen dat niet mijn fans zo negatief naar anderen toe zijn. Want dat zou ik echt heel akelig vinden. Jolings versie van het Portugese nummer scoorde de eerste nummer 1 hit van 2012. Maar het beste van hopen. Voorlopig is de plaat middels 260 keer op YouTube voorbij gekomen. Maar is binnengekomen tot op 100. Dus wij zijn eigenlijk hartstikke blij met dit resultaat.